werk hier 8 jaar in het outreach in het team. En dat blijkt al dat ik dat dus heel leuk vind. Dat is een hele lange tijd. Ik vind het heel leuk om in een team te werken met allemaal verschillende disciplines. Dus verpleegkundige, verslavingsarts, psychiater, maatschappelijk werk. En dan samen om tot een mooi plan te komen voor cliënten. Wat ook nog buiten de muren hier verder kan voortzetten. Dat vind ik echt het leuke aan het werken in het vakteam. Het meest kenmerkend aan het outreachend werken is dat we eigenlijk bij alles heel veel creativiteit gebruiken. Dus cliënten die verschillen heel veel in wat ze nodig hebben. En wij kunnen eigenlijk over alles met ze meedenken. Dus wij kunnen alle oplossingen die er nodig zijn met ze bedenken. En het ook dan kunnen uitvoeren. Dus dat je buiten de muren van een instelling met ze mee kan. Desnoods ergens naartoe of naar een intake. Of desnoods naar een woning of naar de gemeente. Eigenlijk dat we alles voor iedereen kunnen ondersteunen. Als GZ-psycholoog in een outreachend team heb je eigenlijk een heel gevarieerd takenpakket. Dus enerzijds ben je regiebehandelaar. Dat wil zeggen dat je de caseload van de case managers die werken outreachend, dat je die caseload als het ware in de gaten houdt. Dus dat je kijkt, lopen de behandelingen, zijn er bijzonderheden, moeten we toch ergens wat bijsturen. Op evaluatiemomenten sluit je dan aan en verder bespreek je in werkbegeleiding met collega's hoe de behandelingen allemaal lopen. En daarnaast doe ik zelf ook verschillende behandelingen, ook voor comorbide problemen, dus naast verslavingsproblemen, bijvoorbeeld voor PTSS-behandelingen, angststoornissen, depressieve klachten. Dus heel gevarieerd. Waarom je als GZ-psycholoog zou kiezen voor outreachend werken, ik kan het echt aanraden. Dus als ik een GZ-psycholoog zou kennen die op zoek is naar een baan, zou ik ook echt zeggen, kom eens een dagje meelopen met ons. Het is sowieso heel erg leuk, vind ik, om in een team te werken waarbij iedereen heel erg gedreven is. Dus dat kenmerkt echt wel zo'n team. Iedereen is heel gemotiveerd om dus buiten eigenlijk de conventionele regels en muren te denken. Wat heeft deze cliënt nodig en hoe kunnen wij dat met elkaar voor elkaar gaan krijgen? Dus het maakt echt een hele gevarieerde dag, heel verschillende taken. En ook juist dat je met elkaar voor een doel gaat, namelijk een cliënt een beetje verder helpen. Ja, wat ik belangrijk vind aan hier werken, is eigenlijk dat het denk ik een doelgroep is die misschien verwaarloosd zou kunnen worden. Juist omdat mensen dus denken, het probleem bestaat al zo lang, mensen die hebben al zo lang deze probleem, is eigenlijk niet echt grote winst meer te halen. En ik vind het belangrijk dat eigenlijk iedereen goede zorg krijgt. En misschien ook soms juist om een beetje te zoeken naar waar nou precies de uitdaging in zit. En om dan via contact wat je met iemand hebt, tot echt wel winst te komen. Winst kan eigenlijk alles zijn. Dat hangt er heel erg van af. We hebben methodiek CRA, heet dat. En dat gaat erover dat je met mensen zelf hun doelen kan stellen. Dus soms denken wij, alcohol is duidelijk het eerste probleem. Maar iemand zelf zegt, nee, dat is het niet. Het probleem is dat ik bijvoorbeeld geen vrienden meer heb en dat ik geen dak boven mijn hoofd heb. En dan ga je eigenlijk gewoon daar als eerste aan werken. Dus je laat iemand zijn eigen doel stellen. En dan om soms toch hoop je dan natuurlijk via een omweg wel te komen tot vermindering van alcoholgebruik. Want als dat lukt, dat is dan ook wel waarschijnlijk als je vrienden hebt en misschien een dak boven je hoofd en wat stabiliteit, dat je dan natuurlijk ook iets wil veranderen aan je alcoholgebruik. Ja. Ik denk dat het goed is als een nieuwe collega het leuk vindt om in teamverband te werken. Dus niet per se als enige je oplossingen te verzinnen voor een probleem of alleen te kijken naar een psychologisch behandel aanpak van de problematiek. Maar juist ook om met elkaar te kunnen komen tot een oplossing. Dus een teamplayer. Wat ik zelf ervaar hier is echt een van de dingen waarom ik hier nu al zo lang werk. Is de lol die het geeft om met zo'n heel gedreven team te werken. Als er een nieuwe collega op zoek is naar een baan, dan zou ik echt zeggen, kom eens een keertje meekijken. En dan weet ik zeker dat je enthousiast wordt.